Bicycle. Verkeersbegeleiders uit België en Nederland, een handjevol toeschouwers en ideale weersomstandigheden. Om 1 uur vanmiddag stond iedereen klaar om de wielrenners in Moelingen te begroeten. Het grensdorp was de laatste Belgische plaats die in deze internationale etappe werd aangedaan. Via de Vizeeweg en Withuisstraat bereikten ze de grensovergang bij het Withuis. De 5e etappe van de wereldklassieker met nationale en internationale grootheden als Tom Boonen en Philippe Gilbert ging even na het middaguur van start in Riemst. Omstreeks 4:30 worden de eerste wielrenners verwacht aan de finish in Sittard.